sembra limitato. Sei sveglio soldato. Never leave me there, 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 En dan zeg ik verzekerd de vrouw van die vent op je vliegt op de boom. Je gaat in de salon en dan spijt de koeien. Die vervelende knieën op je bekje en kuur. Ik heb er niet van terug, want zodra ik het eruit krijg ik pijn in mijn buik. En dan was je je spuit. En dan poes je je spuit. Meestal neem je de vlucht voor je lekkere lucht. Want die ruikt naar vlees en bedorven vis. En je schudt wat een pret, die is te vlooien uit bed. Oh, wat is die fijn, bij de soldaten, de soldaten. Oh, wat is die fijn, bij de soldaten moet je zijn. Staat de koffie aangetreden, komt de majoor die is verkeerd. Dan komt de lui tussen de boeren. Komt er geen knoopje of van keer, dan ruk je uit het hele zwiet. Je komt naar het oefenveld, daar kun je draaien, zwaaien, zwenken. Daar word je opgeleid tot hel. En het is echt zo'n keer, en dan nog eens meer dan aan links uit de vlak. Na een uur loop je mak, met je schoen is te groot. En je tippelt, je veld, je vergat in je voet en je sok zit vol bloed. Met z'n tweeën, met vier, geef je grottige knieën, wat een reuze plezier. En je rijdt als een dier, en zo word je gekraakt en met sjokken gemaakt. Met een heel wat hormoon, met je neus in de zon, word je geëxorceerd. En dan wordt er geleerd, want er aan je rapiert. Je gezicht is vloed, je klap in je poten, een spiet in je rug. En dan ga je weer vlug, zo verzwakt als een vlug. Naar je schoonzak terug. Oh, wat is die fijn bij de soldaten, de soldaten. Oh, wat is die fijn bij de soldaten, moet je zijn. Zo. Kijk, hij is klaar. De peer is klaar. Ze wilden de peer zien. Oh, ja, hij is klaar. Geweldig. Waar is die? Daar staat hij. Leuk hoor. Oh, ze wilden hem graag zien. Ik was gewoon kijken waar jullie gebleven waren. Ja, we zijn weer terug. Zie je het? Ja. Nee, er is geen werk, er is hobby. Leuk toch? Ja, ze staan hard werk. Ik vind het echt leuk hoor. Ik heb nog nooit iets met klei gedaan. Ja, met de kinderen wel, maar nog nooit hobbymatig. Ik heb nog wel met klei. Wel met hout. Ik heb zelf thuis hout en ik vind het wel leuk om zo te schuren met hout. Ja. Oh, het verbrandt. Ja. Oh, jammer. Ja, dit gaat nog wel af. Ja. De werkbank was makkelijker, hè? Ja. Maar die gaan meteen naar achteraan. Direct, Ze heeft speciaal voor deze tentoonstelling heeft ze deze standaarden gemaakt. Zodat ze de armbandjes heel goed kan laten zien. En moet je nou eens kijken wat een mooie spullen dat ze heeft. He? En dat zijn niet zomaar kraaltjes. Dat zijn echte half edelstenen. He? Zeg ik het goed, Fokke? Ja, half edelstenen en edelstenen. En allemaal handwerk. Ja, ook wel. Ja, mooi hoor. Is dat een beetje, was het goed? Echt goed. Ja? Nou, nee, ik heb net een slijper. Ik Oh, dit is die van de foto. Ja. Hangertje, wat jij. Ja, dat is wel mooi. Je zit dan met een oogje in het loop dan eromheen. Hoor. Als je dat niet doet, dan gaat je wel in de hoek. Dat is ook zoiets, hè? Ja, dan is dat mooi. Nog aangerekend voor plagiaat, hè? Ja, ik vind het toch super simpel. Dat is toch leuk, man. Is dat een touwtje gemaakt? Ja. Dood? Ja.
staan we op de film hoor, ik doe het echt. Onderdeel van mijn familie. Ja, mommelood. Flip. Flip. Is dat Stielemanslood of Jan van den Boeschelood? Geen idee. Nee, ik koop het bij mijn... bij mijn cursus leren en wat voor merk het is, ik heb geen idee. Ik denk, ik zal eens een interessante vraag stellen. Maar wat is dit dan? Het is eigenlijk weer een stal met een bepaald ander mineraal, zeg maar, wat maakt dat het verkleurt van binnen. Ja, dat is echt een goed betalen hoor. Nee, dat kost niks. Oh, je hebt daar van de woorden gevraagd. Ja, tuurlijk. Ja, je bent een slimmetje. Dat is slimmetje. Ja, mag ook. Nou, je mag een keertje naar mij kijken. Ja, een Belgische dame, het is echt een Belgische. Zo, heel veel mensen. Ja. Er staan ook heel veel dingen op het lijstje om te willen maken, maar dat gaat het allemaal niet lukken in één keer. Maar je moet echt je wensen ook blijven houden. Ja. Nou, het is absoluut. Ja, de oude borduring die van mijn moeder geweest is. En dat gaat gewoon maar niet kapot. Dat is gewoon oude degelijke kwaliteit. Dus hij blijft het goed doen. Het moeilijkste lijkt mij om de... Door, hij zet die erin en hij kijkt de borstje erop. Ja, je moet wel aan de praat houden. Ik doe het zelf wel. Ik mag dat niet meer zeggen, kijk je. Ja, zeg maar na. En dan gaan we het over gezelligheid. Maar het gaat nog wat van huis. Ja, dat is wel een en die oogst is ook van mijn familie. Voor mij is het van een aangetrouwde schoonzussen. Maar die roosjes is allemaal gemaakt. En ze met de verjaardag. Tweede moeder de eerste keer reunie van de lulletjes. Leuk. Alle dingen komen praktisch. Ja, ja. Ja, waar is het hier nou staan? Een hele tijd erin. Ja, die heeft daar een hoveniersbedrijf gehad. Ja. Ja, het is een beetje te veel zon. Hier zit het zonnetje en ze zit het zonnetje. Ja, mooi hoor. En Dikkie? Ja. Twee zonnetjes. Wat hebben ze hier? Wat is dit? Is het een nat of lijkt het op een verf of lijkt het op een... Kun je er overheen plakken? Die tekening. Zuster Judith. Oh, zuster Judith, hij heet het. Ja, van iemand die ook bij zuster Judith op les is geweest. En die heeft ook in het opleiding gedaan. Die in de Hoogstraat, Hanni Achterberg. Ik weet niet of het... Ja, die ken ik. Nee, daar niet. Nee, ik geef op kostvoorlezingen. Ik geef op kostvoorlezingen en terwijl ik daar op kostschool zat, heb ik op campus les gezeten, want dat was in de vrije tijd. Ging dat... Ik heb dus ooit voor iemand anders ansoetdeuren gemaakt. Ja. Nou, daar kreeg ik echt stress van, want dan ben je toch bang dat het niet precies past. En dat de deuren niet precies doorlopen op het lood. Het is uiteindelijk goed gegaan, maar ja, dat was dus niet echt mijn ding. Dat is wel spannend. Ja. Er was de verspanning in de verkeerde kant, hoor. En de vorige die je wil snijden op eruit Ja, ik heb een zaagmachine en ik heb een sluitmachine, dus je komt er al heel eind mee. Bij de familie Botermans en Ria Botermans, die heeft hier allemaal haakwerk. Als je ziet wat je met haakwerk kunt maken, dan verbaast me zo. Hele dierentuin. En ik ken het haakwerk van vroeger, van gordijntjes of van kleedjes. Maar het is nou weer anders meegegaan met de tijd.
tijd. Ja. En dat dochter Danielle, die maakt met vult allerlei dingen. En wat leuk is om te vertellen, Danielle is ook een van de vrijwilligers, en niet zomaar één. Ze maakt zoveel dingen hier. Wat creativiteit betreft, ze heeft alle ramen van de Sint-Jan ingekleurd met de hand. Ze schildert hier heel veel. Die staat hier. En moet je eens kijken wat die schildert. Ja, wij hebben hier een eigen Vincent van Gogh in huis. Een eigen, eigen boterham. Het begint te kleuren. Het begint te kleuren. Ik dacht hij had dat museum gedaan, maar dat is ook niet waar. Die impressie, die kijkt je echt aan. Hè? Dat vind ik zo mooi. Dat is met krijt, hè Wil? Ja. Is het allemaal pasta krijt? Is het allemaal pasta krijt? De meeste zijn allemaal pasta krijt. Ja, ja. Daar liggen een paar aquarelletjes hier ook. Ja. En heb jij les gehad? Schilderles? Ja, van Martin Kopp. Martin Kopp. Dat was een postdoc. Ja. Ja, dat is hier dan ook even best. Ja, dat is hier. Misschien met de grote met punten gezien hebben we 12 of 10 of 11. Ja, dat komt ook hier vandaan. Dus als ik nu een kleinere letter zou willen, dan deze dan. Kom, schat, zet een beetje hier. Kom, schat, is goed gekregen. Ja, dat weet ik niet. Ja, zeg maar die jou. Waar staat hij in de De vrouw van mij. Ja, met een rode visje. Ja, die zat met een kern. Oké. Die zit er onder de kern. Goed. Ja. Hallo. Leuk. Ja, ik ken wel van de zicht. Ja. Dan komt dat tegen jou ook aan. Ja, tante Ria kennen we allemaal, hè. Leuk. Ja, jongens, hoe is het nou? Ja, goed. Ja, veel te lang eigenlijk. Ja. Ik moest even verdenken. Ja, dat maak ik, dat maak ik. Dat maak ik. Hij is tussen koud geweest, dat is hem niet ver. Ja, dat weet ik. Maar ja, volgende week sta ik weer binnen. Ja, hij moet een beetje weer een pannetje zetten, weer een water. Oh, de kachel. Kijk, Joost. Kijk, dit is ook nog wel een leuk hoekje, want... Ja. Je ziet hier de miniaturen in aanbouw. En, Wat ga je daar nu doen? Jouw verras, hè? Marjan, wil jij even overnemen van mij? Wil je even overnemen van mij? Raak hem eens aan. Dan moet je even natte handen. Kijk, kijk, kijk. Schitterend. Leuk hè? Koekenbakkers. Koekenbakkers, dat zijn we inderdaad, ja. Nou worden het kleienbakkers. Kleienbakkers. Zo. Ik zag jou lopen, ik had jou nog niet even aan herinneren. Nou, je met Roos binnenkomt, denk ik. Ja, ja, dat is waar. En dat is van, hè? Leuk. Ja, dat je goed werkt. Zo wordt het wereldnieuws, hè? Ik het hoe noemen ze dat? Breiringen. Breiringen. Dus krollen maken, mutsen maken. Je kunt er ook truien van maken.
En dat is op de, deze op de breiring. Kom zo draaier maken. Dan ga je hier beginnen. Dan ga je zo. En je gaat weer terug. En je kunt ook meerdere en mindere. Alleen, ja. Lastig. Nou, dat valt wel mee. Maar dan heb je ook wel een hele leuke steek. Want je gaat heen en je gaat terug. Ja, dan heb je weer dus heb je een steek wat overheen. Ja, dan ken je dat Tunis haak. Ja, dat is ook leuk. Ja. Dat is ook leuk. Ja, daar heb ik zo'n boek van gekocht, van Tunis haken. Om dat onder de knie te krijgen. Zeg maar. Ja, dat is heel. Als je het helemaal door hebt. Ja, dan ja, lees het wel. Het heel snel. Niet te veel meer, want we stoppen om 5 uur. Laat zeg. En de waterpas ook, zie je dat? Hij is het heilig oog van de smid, hè? Met zin. En nou de punt nog. Nou, nog een kringeltje en dan de punt. Gewoon een hobby. Ja, de laatste 10 jaar of zo. Ja. Ik ga de volgende week ook stoken bij de Oostkwartier. Ja. Oké. Okay. Zondag. En dan straatjes stoken, hè? Ja, straatjes stoken. Ja, dat is zondag. Ja. Zondagmiddag. Zondagmiddag. Zal ik hier een paardje doen? Ja. Nou zo, dat is het verhaal. Ja, een paard zonder. Ik zo'n rot sleutel. Maar je moet het wel doen. Oh, dit kan ik zelf, dus dat is niet moeilijk. Ja, ja, maar dan heb je toch wel ergens een opleiding gehad, hè? Ja, ik heb een paar jaar in Veghel. Ja, ja. Van de smid uit Prinsenbeek. Oh, en die zat in Veghel? Ja, ja, die woont daar nu en die gaf daar... Ja, het is jammer van dit. Welke? Dat is afgebroken. Oh. Hey, jij verkoopt toch spul, Arie? Ja, kopen en weggeven. Ja. En alles. Wat moet de pook kosten? Pook, die krijgen jullie voor niks. Zo. Ja, dat. En hoe heb je geen zin om. Oh ja, leuk.
Ja, nou is het ver gebeurd hoor. Ja, ik laat vier uitgaan. Ja. Ze hebben elkaar branden. Zo. Alsjeblieft. Ik was een kind en wist niet beter. Dan dat het voor mij zou gaan. Het dorpje klinkt wat bij elkaar in minibox en ziet al haar en joelt wat mee met die muziek. De weet wel, wat is het goed? Je moet kijken net wat u zegt, dat maakt er wat heel lang voor je. Ik heb een ware vroeg gekend, ze kocht een zoekhoud voor een cent. Ik zag een moeder schouder springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. En uitzicht en herinneringen. Toen kwam het werkpaal van mijn vader.